Goedemiddag, hier ben ik dus weer, Otto Pekel. En ik ben vandaag niet in Pekel. Ik ben ruim 100 kilometer vanuit Pekel vandaan. En ik ben hier in Leeuwarden op het Noordelijk Filmfestival Not Veil hier in Leeuwarden. En jullie weten dat ik bijzonder ben. En Azing Bouthuis van het filmfestival voor mij ook bijzonder. Dus waarom ben ik zo bijzonder voor jullie? Nou, we hebben je uitgenodigd op Not Veil, omdat wij eigenlijk heel erg genieten van jouw filmpjes over Pekel. Het is echt en authentiek en nog grappig bovendien. Dus we kijken daar heel graag naar. Ja, daar ben ik heel blij mee. Al mijn filmpjes worden goed bekeken. En ja, dus in Friesland zijn ze dus ook bij mij. Dus wees niet bang, Pekel. Ik blijf in Pekel. En ik ben heel blij dat jullie mij zo bijzonder vinden dat ik vandaag een van jullie hoofdgasten op het filmfestival hier in Leeuwarden ben. Ja, we gaan even een paar filmpjes van jou vertonen en we gaan er met jou over praten. Want eigenlijk, er zijn ook een heleboel, heb ik begrepen, journalisten die komen. Want daar ben je ook wel erg favoriet onder, omdat je zo lekker gewoon in het dorp en van het dorp bent. En eerlijk en open en ook nog grappig bovendien. Ja, daar ben ik heel blij mee. Ik zeg gewoon wat ik denk voor de camera. Mm-hmm. En zo ben ik gewoon. En ik ben heel blij. Ja, in Oude Pekela en wijde omstreken kreeg ik altijd hele goede reacties. Als ik eerlijk ben, heb ik nog nooit geen slechte reactie gehad. Mm-hmm. Dus, en daar ben ik ook blij mee dat het in Friesland ook goed valt. Ja, nou ja, dat gaan we zo meteen bekijken. Het is natuurlijk wel in Friesland en er is altijd wat van Friesland en Groningen. Ik weet dat niet precies. Gaan we zo meteen beleven. Misschien joelen ze je wel uit en zeggen ze weg met die Groningen. Ik denk het eerlijk gezegd niet. Maar eerlijk gezegd, eigenlijk moet je gewoon Fries leren en naar Friesland komen. Oh ja, nou, Friesland heeft mooie streken. Ik ken heel wat mensen ken ik in Friesland. Ik kom regelmatig. Maar ik zou maar zo niet gaan verhuizen. Echt jammer. Nou ja, ik kon het proberen toch? Ja, je kan het proberen. Dus, nou, we zien wel wat de middag brengt. Ja. Ik ben dus heel blij dat jullie mij hier uitgenodigd hebben als Otto Pekel. Nou, welkom, welkom. De bekendste leus van Groningen is: aan de Bob zijn een hekel, bel Otto Pekel. Goed. Dat is één, maar wat je ook nog doet daarnaast is... er is iemand die staat. Ik heb de laatste 2 jaar diverse dwangsommen gehad. Mm-hmm. Ik heb een van 6.500 lik, een van 4.500, een van 11.500. Oh. En ja, dan komt de radiocontroledienst met een brief. Meneer Kebof, we hebben u weer uitgebouwd. Wij geven u een uur de tijd. Als we u over een uur nog horen, dan wordt de dwangsom verbeurd verklaard. Nou, dan heb je een dikke bekeuring. Dus tegenwoordig werken wij met mobiele masten.